aan de hand? Ja, dat mes viel zomaar. Ja, oké, maar wat is er dan mis met uw kleine Tim? Oh nee. Nee, 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 bel een ambulance. Lach niet zo stom, bel een ambulance. Oké, rustig, ik breng u wel naar het hospitaal. Doe je dan wel eens een broek aan? $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ik hard ook vandaag. Veel plezier. Hij ook. Hallo? Hoi. Dit is echt super random, maar dit is toch het huis waar die kamer verhuurd wordt? Ja, ik... Oh, hey, jij bent zeker Matthijs. Ja, jij zeker Andrea. Ja, klopt. Jij hebt de advertentie geplaatst. Ja. Hey, kom je mee? Dan gaan we even de kamer bekijken. Dat is goed. Nou, kijk, dit is het. En, wat vind je ervan? Nou, ziet er goed uit. En de kamer ook. Dankjewel. Zullen we naar de andere gaan? Dat is goed. Naar u. Ik vertrouw het niet. Ik ga kijken wat er aan de hand is. Allee, doe niet zo zot, jong. Ze komen vanzelf alweer terug, hè? Precies. Ik wil gewoon weten wat er in mijn huis gebeurt. Pardon? Het is nog altijd ons huis, hoor. Juist, ja. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Matthijs de Groen. Ik studeer rechten. Ik kon niet in mijn vorige woning blijven, want mijn vorige huisbaas... Ja, laten we zeggen dat mijn vorige huisbaas niet zo'n gentleman was. Hier. Dankjewel. Anne, Daniel, Finn en Thijs. Kom maar gezellig bij zitten, ja. Ik weet nog wel een leuk spel om te doen. Nou jongens, ik vind het mooi geweest. Ik ga er vandoor. Ik ga nu naar bed.
Dat is niet voor u, Vin. Nee. De nacht is nog jong. Ik ga nog even stappen en kijken of er nog wat moois rondloopt. Zie ik jullie morgen wel weer. Ga je nog iemand mee? Ja, is goed. Ik ga mee. Ik ga nog even mijn neus poederen, hoor. Is goed. Nou, jongens. Ik vind het de mooiste tijd geweest. In een time af. Tabby. Yo. Thijs, heb je morgen geen tentamen? Oh ja, maar die haal ik wel, hoor. Hé, hey, Thijs, waar slaap jij vanavond eigenlijk? Matthijs slaapt vanavond hier. Nou, hij kan niet terug naar huis. Klopt. Ik kan morgen mijn spullen ophalen. Echt te gek dat ik hier nu al kon blijven. Ja, gelukkig zeg. Ik ga pitten. Eeuw. Wat rusten. Ja. Ik vind. Denk je niet dat je wat meer met school bezig moet? Ja, het lijkt misschien als niks doen, maar. Kijk daarbij, dan kun je wel zien wat ik allemaal gedaan heb vandaag. Je tekeningen zijn best indrukwekkend, maar. Maar ik heb het idee dat je een beetje wegloopt voor iets met je feestgedrag. Wat? Als ik naar je tekeningen kijk, dan. Dan zie ik een gebroken en verdrietig persoon. Terwijl als ik naar je kijk, dan zie ik alleen maar een jongen die van feest houdt. Denk je dat er misschien... Kut! Wat? Dood. Door jou. Sorry. Ik wist niet dat ik je afleidde. Maar ja, dus ik moet toch nog een schilderij afmaken. Zie ik je straks met eten? Yo! Heb je mijn bed verwachten vanavond? Absoluut schoonheid. Zal ik het bed vast voor je opwarmen? Ik kan niet wachten. En ik zei tegen die ene jongen, je moet gewoon je bek houden. Maar ze luisterde niet. Ze luisterde niet. En toen dacht ik vandaag, fuck it allemaal. Zijn jullie braaf aan het eten, jongens? Zien jullie de problemen niet om je heen? De problemen, jongens! Wat is dit nou? Jongens, luister naar mij! Ik ga weer terug naar België. Wat?! Ik kwam hier 5 jaar geleden om een opleiding te doen, waarvan ik nu een jaar gestopt ben. Sindsdien heb ik rotbaantjes en vergooi ik mijn leven. Wat wil je dan gaan doen? In de staalfabriek? Zoals de rest van de familie? Dat wat je meer wil. Ik denk dat ik moet beseffen dat is waar ik thuis hoor. Bovendien heb ik dan mijn familie. Ach, familie die niet van je houdt en op je neerkijkt. Hé, hey, tenminste verzuip ik mijn problemen niet in alcohol. Fuck jou, man. Er wordt tijd dat je gedrag gaat veranderen, Finn. Je kunt niet je hele leven helpen meer te vinden in de holle liefde van die... kopen slechtjes. Wat? Zo praat je niet over hun? Ik heb dus de balls om te vertellen dat ik ze leuk vind, zal ik een zak. Is dat een beetje betekend? Oh, kom op, het is bijzonder duidelijk dat je verliefd bent op Andrea, Thijs. Iedereen kan het zien. En het is zielig hoe je achter haar aanloopt als een geslagen hond. En nog erger hoe Andrea gebruikt als ze iets gedaan moet hebben. Wat? Ja, dat kun je toch best wel zien. Waar staat dat op? Oh ja, dus ik ben het wel. Ja, en Thijs, jij bent gewoon de hele tijd achter haar aan. Je kan haar niet eens normaal aan het praten. Nee, maar het is gewoon niet normaal. Het is gewoon niet normaal. Het is gewoon wel. Nee, het is gewoon niet normaal. Thijs! Maar Thijs, zijn hier meer interesse dan Thijs. Waarom zeg je dit gewoon? Ik ben echt niet meer aan het praten. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. Treat you like a princess. Anne, wil je een asje? Oh, sorry.
bent een vuile slep. Wat zeg jij nou? Je bent waardeloos. Goedkoop. Je bent een verspilling van zuurstof. Geen wonder dat al die andere vriendjes die je hebt gehad, je hebt misbruikt. Kijk naar jezelf hoe je jezelf hebt vergooid. Dit meen je niet. Hoer.